Hallo allemaal en welkom in dit filmpje waarin ik jullie iets meer uitleg wil geven over extreme problemen bij afgeleiden. Wat is een extreme probleem? Dat is eigenlijk een vraagstuk waarbij je het minimum of het maximum van een functie moet vinden als oplossing. En ja, ik weet, je kan dat met het rekentoestel doen en zo het minimum en het maximum bepalen met second trace en dan minimum of maximum. Maar de bedoeling is dat we voor extreme problemen, zoals wij ze gaan oplossen, dat oplossen zonder die minimum of maximum functie van ons rekentoestel. En dat we dat dus enkel ter controle gaan gebruiken. Hoe gaan we dat dan wel doen? Met afgeleiden. Uit voorgaande leerstof weten we normaal gezien nog dat, je een, dat het tekenverloop van de eerste afgeleide het stijgen en dalen bepaalt van de functie zelf. Dus wanneer het uh, plus... Is, dan stijgt onze functie, is mijn teken, uh, is mijn teken van de afgeleide functie min, dan daalt mijn oorspronkelijke functie. En ik kan dus een maximum of een minimum gaan bepalen. Als voorbeeld hebben we een volkstuintje. En er is een perceel van volkstuintjes, en elke volkstuin heeft een oppervlakte van 100 vierkante meter, en een breedte van x. Er is een tegelpad van... 1 meter breed rond de drie kanten. En dan is eigenlijk de vraag: wat is de maximale oppervlakte die verbouwd kan worden? Dus je hebt de blauwe lijn, dat is de omtrek van de volkstuin. Het tegelpad is het uh, ja, licht blauwe En de, bebouwde opper, de verbouwde oppervlakte, liever dus waar de groenten en zo kunnen staan, dat is het grijze gedeelte. Wat is daar de oppervlakte van en wat is dan de afmeting van de volkstuin zelf? Nu, natuurlijk, x is in principe variabel. Dus um, de breedte van dat die volk staan, bepaalt ook voor een stuk de oppervlakte. Um, je ziet die oppervlakte van de verbouwde oppervlakte, die verandert. Naarmate x smaller of breder wordt. Dus we gaan, wanneer het gaat over een extreme probleem, kijken welke variabelen er maximaal of minimaal moet zijn. En in dit geval is dat de verbouwde oppervlakte en dan gaan we die variabele uitdrukken in functie van een onbekende, in dit geval x. Ik zou zeggen als je zelf wil proberen, pauzeer dan even dit filmpje en dan probeer je zelf een functie te vinden voor de verbouwde oppervlakte. Om die verbouwde oppervlakte te vinden dan moeten we eerst natuurlijk, we gaan, uh, het is een rechthoek, dus we gaan eigenlijk onze basis maal de hoogte moeten doen. Om de basis te bepalen, dat is afhankelijk van onze breedte x, want dat is x min die meter tegeltjes dat daar staat. Dus voor de basis, x min 1. De hoogte, dat is nog iets lastiger, want de hoogte, ja, dat is de hoogte van mijn perceel min 2 meter dus, maar wat is dan de, ho de hoogte van dat perceel? dat is ook een goede vraag uh, daarvoor moeten we gaan kijken naar de totale oppervlakte van dat perceel, dat was 100 vierkante meter En x maal het vraagteken is 100, dat wil zeggen dat het vraagteken ja, 100 gedeeld door x is dat wil zeggen dat voor de groene lijn de hoogte van de verbouwde oppervlakte is dan die 100 op x min 2. Zetten we dat op gelijke noemer, dan krijgen we 100 op x min 2x op x. En dan kunnen we dat in één breuk zetten, 100 min 2x op x. En nu heb ik dus de basis, ik heb de hoogte van mijn rechthoek, dus ik kan hiermee de verbouwde oppervlakte bepalen. Basismaal hoogte. x min 1 maal 100 min 2x op x. We zetten dat op 1 breuk en we werken dat uit. De distributiviteit. 100x min 2x kwadraat min 100 plus 2x. En we krijgen uiteindelijk als vergelijking min 2x kwadraat plus 102x min 100 op x. Dat is een formule voor onze verbouwde oppervlakte. En wanneer we het maximum daarvan moeten bepalen, ja, dan gaan we eigenlijk de, de volgorde hanteren die we gehanteerd hebben bij het stijgen en dalen. Dus als eerste gaan we de afgeleide functie bepalen. Ik zou zeggen, pauzeer het filmpje even, probeer de afgeleide functie f-accent te bepalen en zet het filmpje weer aan wanneer je de oplossing wilt. Om de afgeleide functie te bepalen heb je in dit geval een uh, quotientregel nodig. En wanneer we de quotientregel opgelost hebben, dan krijgen we -2x plus 100 gedeeld door x. Dat is de afgeleide functie. Dus we gaan die ook even opschrijven, dat we die nog noteren. Om een tekenverloop van de afgeleide functie te bepalen, hebben we de nulwaarde nodig. Dus we gaan de nulwaarde moeten hebben van de afgeleide functie. En dat wil dus zeggen, het is een rationale functie. Dat wil zeggen dat de nulwaarden gelijk zijn aan de nulwaarden van de teller, die niet de nulwaarden van de noemer zijn. De nulwaarde van de noemer, dat is 0. Want als we 0 gaan invullen, dan is mijn noemer 0. Dus we gaan eigenlijk nu kijken naar de nulwaarde van de teller wat die is. Probeer het eerst zelf eens uit te rekenen, ben je er dan kan je terug op play drukken om verder te gaan. Hoe je het doet met de discriminant of uh, gewoon als vergelijking oplossen, je zou plus min wortel 50 moeten krijgen, oftewel als je dat gaat vereenvoudigen, 5 keer wortel 2, zowel positief als negatief. Dat zijn de nulwaarden van de afgeleide functie. Dan gaan we een tekenverloop opstellen. Het tekenverloop van de afgeleide functie. Ook hier probeer het gerust eerst zelf eens een keertje. Uh, vergeet niet dat je in dat tekenverloop ook de te noemer moet opnemen om uiteindelijk een tekenverloop van je volledige functie te krijgen. Ben je klaar, dan kan je opnieuw verder gaan met het filmpje. Het tekenverloop van de teller, min 2x kwadraat plus 100, dat is een bergparabool. Dus min 0 plus 0 min. En de nulpunten, min 5 wortel 2 en 5 wortel 2. De noemer heeft als nulwaarde 0. Maar omdat het een kwadraat is, is al de rest positief. Dus dat wil zeggen, als we het tekenverloop van onze... Afgeleide functie hebben. Min gedeeld door plus is min. Nul gedeeld door plus is 0. Plus gedeeld door plus is plus. Deel onder 0 dat gaat niet, dus wij hebben een verticale asymptoot. Plus gedeeld door plus is plus. Nul gedeeld door plus is 0. En min gedeeld door plus is min. Negatieve getallen. En 0 gaat nu niet van belang zijn, want een breedte moet groter zijn dan 0. Dat kan niet anders. Dus we gaan die nu even, dat hoef je zelfs niet op te schrijven op dat moment. Negatieve getallen zijn gewoon niet van belang. En dit kunnen we wel uitrekenen. Plus wil zeggen mijn functie stijgt, min wil zeggen mijn functie daalt, wat daartussenin zit is het maximum. We hebben dus een maximum van 5 wortel 2, of bij een breedte van 5 wortel 2, wanneer we dat invullen in onze functie f, dan krijgen we 73,72. En dus kunnen we een antwoord gaan formuleren op onze vraag, want we moesten weten wat de maximale verbouwde oppervlakte was en wat de afmetingen waren. Afmeting, we weten dat de breedte van het perceel is 5 wortel 2, oftewel 7,07 meter ongeveer. Dan wil dat zeggen dat op dat moment de verbouwde oppervlakte maximaal is, namelijk 73,72 vierkante meter. Even samengevat... Wanneer je een extreem probleem moet oplossen, dan moet je eerst het functievoorschrift opstellen van de variabelen die minimaal of maximaal moet zijn. Heel vaak gaan vragen zo gesteld worden dat er een eerste deelvraag is waar je het voorschrift moet opstellen en een tweede deelvraag waar je de oplossing al krijgt om daarmee verder te rekenen. Als tweede stap bepaal je dan de afgeleide functie van het voorschrift dat je hebt opgesteld in 1 of van de juiste oplossing waarvan je zeker bent. Als derde stap bepaal je dan de nulwaarde van die afgeleide functie en als vierde stap stel je dan het tekenverloop op en bepaal je ook effectief het maximum en het minimum. Daarbij hou je natuurlijk rekening met de, ja, het praktische domein van dat vraagstuk. Als je geen negatieve getallen nodig hebt, dan hoef je daar ook niet naar te kijken. En tenslotte formuleer je een antwoord. Dat is bij vraagstukken natuurlijk altijd van belang. En zo los je extreme problemen op met behulp van afgeleiden. Veel succes!